Wil je de bal ook als een tourpro raken, dan moet je twee dingen kunnen controleren. Namelijk 1, het neerwaarts raken van de bal. Kijk maar, als je op televisie kijkt, dan zie je dat ze eerst de bal raken en daarna de plag zien vliegen. En 2, je wil zorgen dat je de bal in het midden raakt. We gaan zo vertellen hoe je dat doet en waarom dat moet. Het ziet er als volgt uit. Normaal gesproken zien we dat we naar beneden bewegen en dus neerwaarts gaan raken. Heel veel spelers zien we toch achterover vallen. Hoe kun je dit gaan trainen? Je gaat naar de winkel en koopt een krijtje. Dit was het enige wat ze hadden. Je maakt een krijtstreepje op de grond en je zorgt dat je de bal achter het krijt legt. Je neemt je eigen setup in, je eigen grip, zodat je lekker staat. En vanaf hier ga je de bal slaan. En op het moment dat je de bal geslagen hebt, ga je kijken of het krijt op het clubblad zichtbaar is. Dat wil dus zeggen, we hebben eerst de bal geraakt en daarna de grond. Oftewel die plag die we zo mooi zien vliegen op televisie. Dan oefening nummer 2 is het in het midden raken van de bal. Waarom moeten we de bal in het midden raken? Op het moment dat je hem op een andere plek raakt, sommigen zullen het wel kennen, onderop is dun, dan gaat hij wat laag. Aan de teen, nou, dan verlies je wat afstand. En op de heel, oftewel bij de shaft, laten we het daar maar niet over hebben. Wat doe je? Je pakt een krijtje, je krijt de bal een klein beetje in. En je zorgt dat je de bal neerlegt met het krijt richting je clubblad. Vanuit daar neem je weer je standaard setup in, je standaard grip. Je slaat de bal. En vanaf daar gaan we kijken op het blad, hey, waar heb je hem nu geraakt? Mocht het zo zijn dat je hem niet in het midden hebt geraakt, dan ga je wat spelen met de afstand tot de bal. Succes met trainen!